De Marnixbrug is gerenoveerd. In 2020 is er een nieuwe muur verschenen waarop foto's staan van Ondiep en van Zuilen. Aan de andere kant van de Marnixbrug zien we foto's van onder andere de Jagerskade en Overvecht. Samen met u ga ik eens kijken hoe dit geworden is. Op deze foto zien we in de verte de Rode Brug met aan de linkerkant de huizen die stonden op de Jagerskade, waar onder andere ook café Murk en bakkerij Boonzaaier was gehuisvest. Gaan we verder en kijken we naar deze foto hieronder. Dat is de machinefabriek Pannenvis, welke was gelegen aan de Banaanstraat. Tegenwoordig heet dat de Nieligstraat. De machinefabriek is al lang geleden gesloopt en verhuisd naar Lageweide. Persoonlijk vind ik dit ook een hele mooie foto. De huizen aan de Marnixlaan, welke inmiddels ook afgebroken zijn. Je ziet de bussen ervoor staan die waarschijnlijk ook vertrokken zijn vanuit het Centraal Station naar de wijk Ondiep. Helemaal op de achtergrond, daar zien we nog een pand staan, wat er op dit moment ook staat. En naast dat pand, daar ligt nu eigenlijk de Marnixbrug. Ja, toen, in de tijd dat die foto is gemaakt, bestond natuurlijk de wijk Overvecht niet. Dus de Marnixbrug ook niet. Want die is er pas gekomen toen Overvecht werd gebouwd als ontsluiting tussen Overvecht en Zuilen en Ondiep. Kijken we hier nu onder de brug, dan zien we hier ook weer foto's hangen. Nou, dit is natuurlijk ook wel weer een hele mooie. Het badhuis wat op de hoek van de Torbekkelaan en de Boerhavelaan heeft gestaan. En waar vroeger menig ondieper is geweest om eigenlijk te douchen. En ik kan wel zeggen te baden, maar het was meer om te douchen. Want vroeger had geen één ondieper een eigen douche. En die tijd is toch wel veranderd. Nou, ook weer een heel mooie beeld. Dat is eigenlijk het Ondiep. Je kijkt er eigenlijk in vanaf de roers van de Hamkade. Opvallend is ook de vele winkels die we toen ook in het Ondiep hadden. Nou, een prachtige foto. En als je eigenlijk nu erdoor rijdt, dan is daar niet zoveel in veranderd. Het is toch allemaal wel een beetje hetzelfde gebleven. Alleen de huizen zijn natuurlijk wel gerenoveerd. Maar ze staan er allemaal nog wel. Heel vroeger was in deze school, die gevestigd is aan het Ondiep, het Merelnest gehuisvest. Daar ging je dan als kleuter heen en was je geen kleuter meer, dan ging je meestal naar de Kort van de Lindenschool of de Rietendakschool aan de Laan van Chartreuse. En dit is de Rietendakschool. Nou, gebouwd ergens rond de jaren 20 van de vorige eeuw. Het heet niet altijd Rietendakschool, want het heeft ook een hele lange tijd Kort van de Lindenschool geheten. En Kort van de Linden, dat was de premier van Nederland van 1913 tot en met 1918. Nou, het is een prachtige school, gebouwd in de Amsterdamse stijl. Dat zie je onder andere aan die kleine raampjes die erin zitten. En het was ook heel belangrijk dat kinderen buitenlucht kregen. En vandaar dat de opzet rondom de school echt heel groot was. Dus dat kinderen ook echt lekker buiten konden spelen. Nou, een prachtige school. Ik heb er zelf ook op gezeten. Aardig wat kattenkwaad uitgehaald. En als je dan uit de klas werd gestuurd, dan moest je, en dan kunnen we daar even kijken, dan moest ik hier gaan zitten. Hier zien we de nissen die dus ook in de Rietendakschool zaten. Nou, dan werd ik de klas uitgestuurd en dan moest ik hier in die nis gaan zitten. Nou, en dan kon je dus wel een paar uren zitten. En vaak zeg ik zelf nog wel eens gekscherend, ik heb onderhand meer buiten de klas gezeten dan binnen in de klas. Maar het is een prachtige, het blijft een prachtig gebouw, de Rietendakschool. Het is ook een aantal keren is het afgebrand, maar gelukkig is het weer heropgebouwd. En nu hebben we nog steeds in Ondiep deze prachtige school aan de Laan van Chartreuse staan. Ik zou iedereen willen uitnodigen
om het kunstwerk, dus de foto's van Louise Hessel, te komen bekijken.